start recording, want dan zijn we er weer. Hoi YouTube! We staan heel even op een andere locatie, dat heb ik expres even gedaan, want we zijn offscreen eventjes, nou ja, niet offscreen voor de livestream, maar voor YouTube. Zijn we hier even wezen healen, we hebben heel even Objectsel meegenomen, zodat we hier dit gras even kunnen bekijken en kijken wat we dus hier zouden kunnen vangen. Nou, hier hebben ze het al gelijk over een Chansey, van ja, Chansey kun je hier oorspronkelijk vangen, maar vergeet niet, het is randomizer, we hebben geen flauw idee wat we hier kunnen vangen. Pokémon zoals Hitmonchan! Denk ik. Die iedereen ondertussen al heeft op Pokémon Go, behalve ik. Howdy YouTube! Hi YouTube! Van Dewip en van Underfanthill. En Ponyta komen we hier ook gelijk tegen. Hartstikke leuk! Yay! In deze aflevering trouwens gaan we naar de Burnt Tower. Kom ik nou niet meer onderuit. Want volgens mij hadden we daar ook al de wing voor gekregen, dus die bel die je daarvoor krijgt. Dus er zijn nog een paar random trainer battles die we moeten doen om dus te trainen. Het is een livestream, dus ja, het hoort erbij. Maar dan gaan we zeker naar Ho-Oh toe. Dat wil ik zeker in deze aflevering van deze livestream nou voor elkaar gaan krijgen. Dit is al de vierde Ponyta, derde Ponyta die we tegenkomen. Ik weet niet hoeveel, serieus. Kunnen we nog een Espeon tegenkomen of gewoon Eevee zelf? Oké, als de volgende weer een Ponyta is, dan gaan we gewoon verder. Screw het dan. Ja, Fairy Tail, ik weet niet meer precies waar dat de laatste ontmoetingsplek was voor Suicune. Ik bedoel, we zijn Suicune tegengekomen al bij Misty's Gym. Dus... ik weet echt niet meer precies welke, waar dat je daar, ja, die precies tegen kan komen. Oké, that's it. We komen nou weer een Squirtle tegen. We gaan gewoon verder. Weet iemand dat uit zijn hoofd? Want in, ja, Soul, of in Gold en Silver oorspronkelijk had je dus tot de legendary roaming Pokémon Raikou, Suicune en Entei gewoon dus echt random open rondliepen. En in Heart Gold en Soul Silver hebben ze het gemaakt tot Suicune speciaal moet wezen. De Suicune kom je op verschillende plekken tegen. En ik zie toevallig hier dat we hem ook tegen nog moeten komen. Hoi Suicune! Hi. Waar ga je naartoe? Ja, ren maar weer weg. ZP not again, it will be the first time I'm having followed with errors. I don't understand what Suicune is after, to be honest, I want to keep this information to myself, but I want to be able to understand what Suicune is after, I want to be able to understand what Suicune is after, North. Op die route waar Bills huis zou zitten in, ja, daar kom je hem volgens mij dan voor de laatste keer tegen ofzo, of we zijn hem hier nou voor de laatste keer tegenkomen, ik weet het niet meer. Ik heb echt geen flauw idee. Er zit echt zo'n groot gat in mijn geheugen op dit moment, jongens. Nou ja, in ieder geval, we hebben deze route nog af te maken. En hebben we in ieder geval twee legendaries die we tegen kunnen komen. Ik vind dat hartstikke leuk. En verkocht aan degene met de rode jas. Wat mis ik? Oh. Outside Wheelhouse, route of... Oké, dus nou waar we nu zaten. En dan moeten we dus naar... Oké. We zitten goed. We zitten goed. Komt helemaal goed, denk ik. En we hebben twee grastype Pokémon voor ons. Dat is niet gunstig nou op dit moment voor ons. Oké. En we hebben Flareon erbij. Dan gaan we gewoon Volswaarder gebruiken. En jij doet gewoon een return op Grovyle. Dat je op veilingssnelheid zat. Oké, sorry. Daar kom je Suicune als laatst tegen en dan kun je hem ook vangen. Nou ja, ik denk niet dat het Suicune zou zijn. Maar dan hebben we dus twee legendarische Pokémon in deze aflevering. Wat leuk! En nee, Erik, ik was geen Magikarp proberen te verkopen. Sorry, dit keer niet. Komt goed uit, want dan lopen we nou praktisch eigenlijk naartoe dus. Die zal even eten. Of is de kal helemaal weg?
Dat mag niet al meer. Dat is nog steeds een call hoor. Hij is nog steeds in de call, maar hij is even eten maken. Ik had inderdaad heel veel de microfoon gedempt, zodat je geen kookgeluiden hoort. Ja, precies. Nu demp ik hem weer. Dat zeur niet. En nee, je krijgen we nu niet! Jeetje! In ieder geval, dankjewel, Fairytale. Nou, dan komen we dus twee legendaries tegen in deze aflevering. Nou ja, twee legendaries die normaal legendary zouden zijn. Nee, dat snap ik, Stevie. Maar wie weet is Suicune stiekem wel een wilde Magikarp. Nou, hij splasht best wel vaak weg, inderdaad. Waarom zou je zorgen moeten maken om Erik? Erik, daar gaat hartstikke goed mee. Degene die voor Erik zijn neus staat, daar moet je je zorgen om maken. Ik bedoel, die moet het opnemen tegen de Magikarp. Zorg er dan voor dat je Jolteon bij je hebt om... Jij mens of Pokémon? Ik zou heel erg stiekem daar in de bosjes verborgen. Trouwens, we hebben daar nog bosjes die we nog niet hebben geëxploord. Die moeten zeker even geëxploord worden. Wat heb ik gemist? Het nieuws van 7 uur en het nieuws van 8 uur. Denk ik. We zijn aan het bellen met een Corpfish. En hij is neer. Nou, vergeet niet jongens, ondertussen is Bolt al wel level 46, dus dat gaat alleen maar de goede kant op. Vind jij ook niet, Eevee? Ik vind het wel. Ik vind het hartstikke goed gaan. Oh, dan moet je echt daar het bovenste paadje voor hebben. Oh ja, dan moesten we Kat voor hebben, maar ja, we hebben nou Jaxel bij ons, dus we kunnen inderdaad gewoon hier nu die kant op gaan. En als het weer Ponyta's kan worden... Nee, Hophip die doet net alsof dat hij kan splashen. En Feebas is een wannabe Magikarp. Dus in het Japans is het dus niet Hophip, maar Splashhip. En Magikarp kan het hoogste splashen, niet te vergeten. Vergeet niet, Magikarp is degene die splash heeft uitgevonden. Goed zo, Magikarp. Yay. Waarom heeft in Pokémon Go Onix een evolutie nog niet, Steelix? Heel erg simpel, generatie 2 is er nog steeds niet. Hetzelfde als dat je nog steeds Pikachu uit een ei kan krijgen. Wat heel raar is omdat het Pikachu zou moeten zijn. Laatste Pokémon die ik je tegenkom, als weer een Ladybug-ding is. Ja, doei! Joink. Volgens onze Mumei, de Japanse aanval zit tussen Hop en Splash in met vertaling. Kan beide betekenen, maar Magikarp is de enige die echt kan splashen, helemaal over bergen heen. En dat is zo sterk, dat wil je gewoon niet tegen je aan hebben. Ik denk zeg maar even. En we hebben heel power. Wat wordt dit trouwens denk ik in de muziekzakjes? In ieder geval een hele mooie duidelijke uitleg. En hier komen we dus de Fishermans tegen. En de Fishermans die hebben geen Magikarp, maar die hebben gewoon een Dragonite. Wat? Serieus, wat? Oké. Volgens mij zijn ze klaar met vissen en hebben ze zoiets van... Oké, ik wil geen vis meer zien. Floep Dragonite. Wat?
Als ik nou een Fisherman ga zien echt in één keer met een Eevee of Evolutie. Hier ook een Fisherman met Zubat. Serieus. Ik zoiets van, screw Gyarados, ik vang wel een Zubat. Serieus. En de volgende is Eevee, weet ik veel. En nou Gaming Boy, bedankt dat je er was. Hartstikke gezellig. Tot de volgende keer weer. Doei. En het was trouwens ook nog eens een keer gehackt, de Dragonite. Want Dragonite kun je pas hebben op level 55. Nidoqueen, tuurlijk. Tuurlijk heb je Nidoqueen. Uiteraard. Fishmans, die worden echt het grappigste om die te battelen. Eigenlijk moest Magikarp Dragonite worden en Dragonair Gyarados. Dragonair Gyarados? Ja, denk ik dat Gyarados beter zou zijn. Ik bedoel, Dragonair? Nee. Oké, de eerste de beste die mij probeert een telefoon nummer, die smijt gewoon het water in. Hoe moet dat nu? Wat is het belangrijkste in ons leven? Eevee? Of Rhyhorn in jouw geval? Het is niet Zubat, maar Zeebat. Dan Stevie als een fisherman in Zubat. Dan is het een Zeebat. Juist. Gezelligheid. 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 Fisherman. I don't give a crap anymore about the fishies. So I'm using a Dragonite. Dragonite is generatie 1. Mine hem! Aquarion, die kunnen jij aan. Fake Tears, was dat niet voor special defense? Oeh. Nee, Dragonite is echt de enigste Dragon Pokémon eigenlijk van generatie 1. Dat klopt. En ik welkom terug. Maar ja, in generatie 1 had je nog best wel wat types waarbij er maar één Pokémon van de type was. Net zoals Ghost. Yep. Robin, dan is het misschien wel handig als je uitlegt waar dat je het nou over hebt. Als je het over Plusles en Minums gaat hebben. Dan heb je het over de Pokésins die wij af en toe kijken. Yep. Moet je dan wel een beetje uitleggen, want anders snappen de kijkers er ook niet. Die snappen er dan ook niks meer van. Basa, 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 basa. 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 Waarom basa? Ik kan niet weten. Ah, juk hem nog. Nee! Arme Bolt, Wildoord, nu heb ik ruzie met je. Dragonite is generatie 1, net zoals Gyarados. Anders zou Dragonite niet in Pokémon Go zitten. Op het moment. Precies. Maar ja, er is meer dan alleen Pokémon Go, hè. Pokémon bestaat al veel langer dan alleen Pokémon Go. Fun fact! Er was een vrouw in, volgens mij, Red and Blue, en die zei dat er... ze in roze met bloemetjes Pokémon wou en daar is Munna op gebaseerd. Klopt. Het is hetzelfde als dat mensen gewoon echte Pokémon inzendingen vroegen en zo hebben we in één keer een bosje sleutels dat een Pokémon is. Netjes uitgelegd. Pokéson, dat is namelijk een serie op een YouTube-kanaal die van Pokémon-afleveringen plusjes en minnetjes vertelt. Plusjes zijn Plusles en minnetjes zijn Minnesons.
Dat is dus als er iets mis is met een aflevering, dan gaf je een Minum. En was er iets leuks en goeds aan de aflevering, dan gaf je een Plassel. Heel leuk YouTube kanaal. Pokersins, zoek het maar eens op YouTube. Echt. Hartstikke leuk. Hey, ik stuur wel even een linkje naar je. En voor de YouTube-kijkertjes... Ja. Pokersins. P-O-K-E-S-I-N-S. Een zoekbalk. Nadat je deze video hebt gekeken, maar we gaan naar het Legendaries. Inderdaad. Even wachten, want ik heb revivies. Want we zitten nou heel ver weg van een Pokémon Center, dus... Dan ben ik wel blij dat we eigenlijk revivies hebben en Hyper Potions die ik even kan gebruiken. En dan gaan we dadelijk wel heel even langs de Pokémarkt om heel veel van die dingen erbij te kunnen halen. Oh, en één ding is ook heel erg grappig bij Pokésins en dat is dat er heel erg veel... Nou, is. Yep. Nee, ik wil niet. Ik wil vissen. Dan krijgen we wel heel erg veel links. En ik moet wel opletten als ik aan het vissen ben. En we vangen gewoon een... Er komt gewoon een Blastoise denk ik uit het water. Iets wat in de anime alleen maar voor zou komen. Ik hou van een randomizer. Ik bedoel, die geeft zoveel leuke randomheid. Dit is volgens mij... Volgens mij hebben we deze bovenal verslagen, of... Jou nog niet. We moeten in ieder geval naar een van die legendaries, heb ik beloofd. Nee, we zouden naar beide gaan. Desnoods gaan we in overtime, maakt mij niet uit. Of een kandelaar. Oh ja, bijvoorbeeld zoals die kandelaar. Hoe heette die nou ook alweer? Die chandelier. Ja, chandelier. Of chandelure was het. Chandelure. Oh, doe jij bouncen? Thunder! Niks is zo leuk als er een Pokémon gebruikt bounce en dan dat je Thunder kan doen. Of nou bijvoorbeeld de Pokémon generatie 7. Pokémon generatie 7 hebben we nou dat zandkasteeltje. Serieus, wat? Blastoise final form van Stardust, count 1. In HD! The amount of trainers that we have on this battle are too damn high! Nou ja, het zijn allemaal leveltjes die we nodig hebben. Het zandkasteel wil ik gewoon vergeten. Kan ik begrijpen? Ja. Hey, er zijn zoveel Pokémon waarvan ik zeg... Serieus, ook generatie 1. Tot we er twee van hebben. Bijvoorbeeld Magnemite, waar evolueert hij in? 3 Magnemites. Diglett, waar evolueert hij in? 3 Magnemites. Of 3 Diglets. Vergeet niet, generatie had ook dat hoor. En wat is Grimer nou voor Pokémon? En in principe had je niet alleen Grimer. Maar... Ditto is haast hetzelfde. Ditto is gewoon inderdaad gewoon exact dezelfde kleur als. Of niet dezelfde kleur, dezelfde vorm. Ja. Alleen een roze. Niet paars, maar roze. Als je één zo'n slijm Pokémon maakt, oké, maar dan twee? Oké, granted dat Ditto ondertussen wel elke Pokémon is en ontiegelijk populair is geworden dankzij breeden. Ja. Jij vertelde, dan moet je me heel even helpen. Wat was Rockruff ook alweer? Ik heb echt geen flauw idee. Sorry. Ik zou niet weten welke Pokémon dat is. Ik ook niet.
Oh ja, we zouden eerst eventjes langs de Pokémart gaan. En dit is Pokémon Center, weet ik, maar dat kunnen we gelijk even healen. En vergeet niet dat Rockruff en de starters eenzelfde evolutiemethode hebben. Maar wat is nou een Rockruff? Die hond. Welke hond? Stoutland? Nee, dat lijkt mij niet. Maar misschien wel even van voor evoluties, ik weet niet. Houndoom, dat is ook een hond. Snabbel? Dat is ook een hond. The amount of dark Pokémon are real. Dat hondje van Gen 7. Oh! Ik weet het nou nog niet. Sorry. Maar ik snap welke je bedoelt. Denk ik. Misschien. Die honden Eevee rip-off volgens mij. Hoezo? Kunnen ze in verschillende Pokémon evolueren dan? Wacht even, daar rijd ik heel veel op zoek hoor, wat dat voor beest is. Er zijn ook Pokémon gebaseerd op vuilnis, zwaarden, kersen, ei, standwielen en steen met handen. Een steen met handen, dat is Geodude! Ja, maar er zijn meerdere stenen, volgens mij ondertussen. Ja, maar echt een steen met... Nou, ik kan het nou niet opzoeken, want ik ben ook een spel ondertussen aan het spelen, terwijl ik gezegd maar hier aan het kletsen ben. Een rocktype hond. Hoezo is het dan een Eevee rip-off? De enige wat een beetje tot nu toe een Eevee rip-off is, dat is die voor evolutie van Hitmonchan, Hitmonlee en Hitmontop. Die komt het dichtst bij in de buurt van een Eevee rip-off en serieus, ik vind hem dan niet eens awesome. In ieder geval, ondertussen zijn wij dus naar Cerulean City aan het gaan, omdat daar blijkbaar een Suicune zit. Oh, wacht even, het is uit Sun and Moon, natuurlijk. Ja, geen wonder dat ik het niet ken. Ja, dat is er eentje die als hij in de dag evolueert, wordt hij anders dan als hij in de nacht evolueert. Vind ik nog steeds geen Eevee rip-off. Nee. Een Eevee rip-off is het pas als hij in minimaal 6 verschillende Pokémon zou kunnen evolueren. Yep. Want er zijn wel... Minimaal! Ik zou trouwens heel eventjes voor de zekerheid gaan saven, want... En sowieso is het nog niet eens bekend in welke types ze dan veranderen. Mogelijk blijven ze gewoon hetzelfde type, alleen andere aanvallen. Dat zou best kunnen. Of special attack en de andere special defense, of de ene gewoon defense. De andere attack, ja, je weet niet. En dus... ik vind het wel eigenlijk jammer dat ze nou dan in één keer aankomen met Sun and Moon van... Hey Sun and Moon, dag en nacht systeem. Sorry, daar hadden ze al een gold en zilver begonnen ze daar al mee. Hé hey, kijk, ja. Een Suicune. Ik ben benieuwd, wat gaat het worden? I am no match for you. We hebben onze tijd genomen. Is it predicted? Go ahead. Since I met you in the burnt tower of Akrotik City, I've sort of known that Suicune would choose you. Take a look at it. Suicune is waiting for you. It has been waiting for a battle with a worthy trainer to whom it can entrust itself. Oké. Suicune, wat ben je? Ik vind dat een... Ik zou wel Eevee Vink leuker. even 7 en zo. Nee, dat hoeft niet Fairy Tale. Ik weet het nu al genoeg, dus... Nogmaals, ik ben niet zo geïnteresseerd in nieuwe Pokémon. Nooit geweest. In ieder geval... Suicune. Is een Gallade. Ah. Sa.
Saai. Inderdaad. Als ik een one-hit kill... Nee, dat doen we niet. Oké, okay, we gaan hem gewoon proberen te vangen, want het is een... wannabe legendary, dus we gaan hem wel proberen te vangen. Ja, we gaan er een nickname voor doen, alleen helaas, ik heb op het moment geen giveaways meer die ik weg kan geven. Want ja, de codes, daar ben ik grotendeels helemaal doorheen gegaan. Plus de codes, die zijn helaas nou bijna niet meer te activeren. Die zijn maar geldig tot mijn 30 september, dus gewoon voor de fun. Laten we balletjes gaan gooien. We hebben er genoeg. Ik ga gewoon greatballs gooien. Ondertussen ga ik gewoon de chat kijken. Dus. Ik zat s'avonds bij een vriendin en toen ging ik dat gebouw in en kwam die ghost girl. En we schrokken zo erg dat we vergaten dat we ook nog moesten ademen. Oh, van X en Y. Ik snap nog steeds niet wat er met... Dat snap ik nog steeds niet. Ik heb erover gehoord en ik denk inderdaad... Hoezo? Ja. Ik snap er nog steeds niet hoezo dat die ghost girl verschijnt. No, you're not the one. Verdwijnt weer. Creepy. Maar goed. Wij skippen weer een leventje naar voren toe. Give a nickname to the card gelade. Ja hoor. Hoe gaan we deze wannabe... Voor je goed noemen. Laat het weten. Hashtag nemen. En je even... Wat gaan we doen? Ik ben nieuwsgierig. Ik denk even een slokje drinken weer pakken. Even kijken. Medaton. Dat klinkt een beetje als magneton, maar... Oké. Okay. Sweet lagen, voortvluchtig past niet. Lagend blade. Galoon. Wannabe. Wannabe. Ficuun. Vet, stomme naam, maar weet niks anders. Ficuun vind ik eigenlijk best wel goed klinken. Metaton klinkt alsof dat het een magnaton is, dus... Nee, ja. Sorry. Sorry on the fantail, maar de jouwe zit er al niet in. Wannabe wordt het niet. Voortvluchtig past niet. Legend Blade zal denk ik ook net niet passen. Hi. Ja, die past. Nee, want lagend, dan moet je legend schrijven met een E. L-E-G-E-N-D. Dat is legend. Nou schrijf je lagend. Ik denk dat ik hem high ga noemen. Ja, hij wordt gewoon genoemd naar Lost Skull Kid. Plot twist. Ik bedoel serieus jongens, het is een galade. Nobody cares. Kortom, Lost Skull Kid die komt dus binnen in één keer de chat en die zegt hi, terwijl dat we een naam aan het selecteren waren. En we hebben dus een naam, namelijk hi. Dat is ook niet. Vaarwel, Suicune. Het is geen Suicune. Het is hi. Jongens, we gaan naar de Burn Tower. Ik kan hier niet meer tegen. Pak mijn fiets erbij. En we hebben een trein te pakken. En met die trein gaan we naar Goldenrod City. En van Goldenrod City gaan we terug naar... volgens mij was het Acrotic City. Dat weet ik niet zeker. En dan ga je ergens anders heen. En daarna ga je... Nee, daar zit de Burn Tower. Of ja, de Replica Tower waar een ho-ho zou zitten. Ja, maar daar blijf je niet eeuwig. Tuurlijk wel. Nou. We blijven forever and ever and ever. Nou, dan... Spoilers! Het wordt dan een saaie stream waarbij alleen maar één ding gebeurt en niks meer. Ja, we gaan gewoon tegen 300 verschillende ho-ho's vechten. Hi, Hype. Hi. Dat is van Pokémon... Of nee, dat is niet van Pokémon. Dat is van Luigi's Mansion 2. Help.
Help, help. Het is Luigi, die kan het dan de hele tijd zeggen. Ik hoop dat we nog een Tangela tegenkomen. Heb de beste nickname ever. Als we een Tangela tegenkomen, dan vangen we hem nog niet eens. Of het moet de Ho-Oh zijn, maar... Laten we dat maar niet hopen. Nou, op naar Goldenrod City. Ik bedoel, we zijn hier nou toch, dus waarom ook niet? Ah, de trein is er nog niet. En nou in één keer wel. Wauw, dead animation. Zou jij me trouwens dat ze dit soort dingen niet meer hebben in de nieuwere Pokémon games? Ik bedoel, je reist gewoon tussen twee verschillende regio's in. En dat mis ik echt in de nieuwere games. Ja. Ja, Smikkeltje, dat is inderdaad wel een beetje de legend die Ho-Oh heeft. Van Ho-Oh heeft het leven gegeven aan drie Eevees. Die dus verbrand met brandwonden uit die touwen waren gekomen. En Raikou heeft ze gerevived. Met een revive. En daardoor zijn ze legendarisch Pokémon geworden. Zelf vind ik die theorie op zich wel grappig. Maar ja, vergeet niet. Alles heeft ondertussen stroom, water. Of stroom, ijs of stroom, water en vuur. Dus ik bedoel, vergeet niet. Je had ook de Legendary Birds. En dat was ook stroom, vuur en slash ijs slash water. Yep. Ze wisselen dus... inderdaad af en toe met water en ijs, maar dat is een trio die constant terugkomt en terug zal blijven komen. Nou, volgens mij was Suicune wel ook ijs hoor, ijswater. Kijk, Articuno, die weet ik dat dat sowieso ook ijs was. Ja. Nou weet ik trouwens niet, jongens, daar moeten jullie me heel eventjes bij helpen. In de... Squirtle. Oh ja, die komt elke dag terug. De pseudo Woodo. Als je hem niet vangt. Ah. En dat was inderdaad de vorige keer ook een Cradily. Cradily. Dus nu is het dezelfde. Yep. Saai. Je had een Black and White Rock Fighting in Grass. Ja, en dat waren de Regis. Maar ik zie daar niet een verbinding in met generatie 1 en 2. We hebben het over generatie 1 en 2. Nou, ook in latere generaties is dezelfde soort trio volgens mij ook weer teruggekomen. Met die Ezelf, Yuxi, hoe dat ook heette. Serieus, ik in generaties gaat niet goed komen. Ik ben heel goed met de evoluties en daar houd ik mee op. Voor de rest zou ik echt een real life Pokédex moeten hebben. En dan niet eentje die ik nu heb. Degene die ik nu heb, die gaat namelijk... Ja, mijn kennis heeft al die 151, dus... Maar goed, in de Burnt Tower hebben we daar HM nodig. Zou ik ook heel even weten van jullie. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik wilde graag Moon toen ik de titles hoorde, maar zodra ik Lunala... Echt die namen, jongens. Echt. Help. Geen HM? Oké, dan komt Flareon gewoon weer terug. Doe je Objection? Oh nee, Objection, dat is... Objection, dat is weer iets anders. Dat had ik die ook weer gebruikt bij Objection. Geen idee. Objection, dat was... Oh ja, we hadden het over van hoezo... de Eevee van Leroy noemen. Objection. Even kijken, dat is toch hier? No trespassing to the unworthy. I am worthy. Ik geloof er niks van. Mijn broer speelt Terraria. Dat is leuk. Ik zou zeggen, speelt zelf ook. Dat is een leuk spel. Ja. Ik speel het ook. En ik ook.
Welkom bij de Bell Tower, de replicatoren. Deze toren is gebouwd in de hoop tot... weer terug zou keren. Hoi. The thing you have. Het is een regenboogveertje. You have done it. Please, you got to come true. Waarom ook niet? Mogen we deze puzzels op gaan lossen? Wat leuk. Oh ja, en hier komen we weer random Pokémon tegen. We komen hier tegen een... Beautyfly. Yay. Oh ja, dat is met deze puzzel. En we komen hier een random Meganium tegen. Lekker een randomizer. Ik vraag me af hoe dat komt. Oh, dat was het nog zo. random encounter is real. En Delcatty. We gaan gewoon eerst even kijken welke Pokémon dat we hier allemaal tegen gaan komen. Daarna gaan we repels gebruiken. Dus maak je geen zorgen. Heel erg leuk om zo'n gap achter zo'n paal te gooien in een 3D-spel. Ja, soort van 3D-achtig. Probeert het een beetje 3D te maken met zo'n paal in het midden. Hoe zat deze ook alweer? Ik dacht zo. Daar ligt een item. En hier beneden ligt ook een item. Oké, laten we eerst even die items proberen te pakken. Dus dan moeten we hier naar beneden. Hierheen, hierheen, hierheen. Dan hebben we item nummer 1. Weer een experience share. Dat is ondertussen al onze vierde. Wauw. Ja, dan kan je heel veel Pokémon's tegelijkertijd trainen. Dan hebben we ondertussen de experience share van... hoe heet dat? De experience share van de nieuwere games. We hebben een vuursteen. We hebben een frostles, want een ijs-Pokémon was ook in één keer nodig. En dit kost gewoon extra tijd. En waarom dat ze dit er zo hebben ingegooid, snap ik niet. Logica is ingesmet met boter! En we hebben een raar bordje gevonden. En Dewip is bijna klaar met zijn huiswerk. Netjes. En hier mogen we niet verder. Vanwege, nee, dit moet een puzzeltje zijn. De Bellsprout Tower, dat was gewoon om trainers... te testen of ze wel goed met een Pokémon omgingen. Daar was de Bellsprout Tower voor gemaakt. En de paal in het midden, die was dan ook bedoeld van... totdat in mooi in balans zou zijn. Of zoiets in die trend, weet ik veel wat. Vul in de blanks hier. Maar de Burn Tower is dus de oorspronkelijke toren geweest waar Ho-Oh waakte over de mensen. Tenminste, zo gaat de legende. En mensen die wouden Ho-Oh proberen te vangen, waarschijnlijk Team Rocket. En daar is dus een grote battle doorheen gekomen en door die battle is de toren afgebrand. En waren ze bang dat Ho-Oh dus nooit meer terug zou keren. Nu hebben ze dus een replica, degene waar dat we nu in zitten, hebben ze gebouwd in de hoop tot dus Ho-Oh terug zou keren. En tot heden was dat nooit gebeurd. Totdat jij de trainer daar langs gaat komen. Maar vergeet niet, dit is een randomizer, dus geen Ho-Oh. Toch vind ik dat wel mooi dat ze die mythes eigenlijk maken. Maar dan vraag ik me eigenlijk af, die architect van deze toren is een eikel. Ja. Sorry? Alsof Ho-Oh het uitmaakt hoe het van binnen eruit ziet in elke kamer. Die zal toch, zolang hij er goed genoeg uitziet, denken van, nou, goed genoeg. Ja. En überhaupt de eerste mens die, de eerste toren bedoel ik, die gemaakt was. Als dit namelijk een replica is, dan was de eerste toren ook al zo onlogisch gemaakt. Oh, misschien is het gemaakt om mensen inderdaad moeite moeten doen om naar boven te klimmen, maar dan nog.
Maak dan gewoon een kluisdeur. Oké, we moeten dus daar naar boven toe. Oké, ik weet nou deze route. Denk ik. Ik raak hier altijd in verdwaald. Dan zou ik gewoon zeggen van ga gewoon voor een, met een vliegtype hierin en vlieg gewoon naar de top. Yep. Snippet. Inderdaad, gewoon een kluisdeur. Lock it away with the... Ja. En dan... Nee? Waar ga ik naartoe? Kan iemand mij mijn keuze uitleggen? Je moet links en dan rechts en dan links en dan weer naar rechts en dan vind je alle kit. Robin, you're not helping! Ah, bij twijfel rechts aanhouden. Ik ken allemaal één kant. Nou ja, dan twijfel je toch niet. Oké, hier. Dan hierheen. Dan hier naar beneden. En dan die ene kant op. Zo. Volgens mij moet ik naar beneden toe. Of die andere kant. Die random encounters trouwens die helpen ook niet. En ja, ik weet het, we zitten alweer bijna in overtime. Maar dat maakt niet uit. We zouden ho in deze aflevering doen, dus dat gaan we ook doen ook. Volgens mij kijk ik nou de goede kant op. Ja. We zijn de goede kant op. En we hebben een elixir, altijd handig. Wel grappig goed dat ik geen extra masterball heb gevonden. Toen ik dit voor de eerste keer uitprobeerde en toen, voordat ik besloot dat ik hier een livestream zou gaan maken. Eerste itembal die ik vond, was gelijk een masterball. Maar dit is gewoon pure ugly. Miss Magius kan ik hier wel eigenlijk begrijpen. Ik bedoel, het is best wel een creepy... Hoe kan ik hier boven ook alweer? Want die item wil ik wel hebben. A treehouse appeared. Runs away! Willekeurig treehouse Pokémon. Oh, je moet hier gewoon... Oké! Okay. Ik verdwaal hier altijd, jongens. Cherryberry, zo, dat had... Nut. Oh ja, jullie hadden die Sabrina genoemd. Dat weet ik het weer, ja. Hoe lang gaat... Oh ja, dan krijg je ook nog eens een keer warp-paneeltjes erbij. Wat? Nevermind, we hebben Ho-Oh gevonden in de toren zelf. Nevermind. Serieus? Random encounter, serieus? Ja. Nou vraag ik me toch af, wat zit er dan op die top? Ja! Nou ja, waarschijnlijk zal er dan niks boeiends op de top zitten. We kunnen weer naar huis. Het spel heeft zoiets van, nee, warp piles, nee, daar hebben we geen zin in. Wat die actual poep. Een gedwaalde ho-ho. Ja. Dus even op jouw antwoord van, het maakt niet uit hoe dat de binnenkant van de toren eruit ziet. Nou, blijkbaar wel. Nou ja. Blijkbaar snapt Ho-Oh er ook geen zak van, want die is verdwaald. Ik heb geen idee hoe dat deze warp tiles ook alweer werkte, dus... Oké, dus... Waarom is dit doodlopend? Waarom is hier een Ivysaur? Volgens mij ga ik ook gewoon deze titel noemen. Ho-Oh is verdwaald. Niet alleen de trainers die dit spel spelen zijn verdwaald, nee, Ho-Oh zelf ook. En we hebben een vuistplaat gevonden. Dus een plaat met een vuist erop. Denk ik. Wat? De actuele neus. Warp tiles vind ik al sowieso onzin in de games. Ik bedoel, ik snap dat ze een puzzel zouden maken, maar warp tiles die zijn gewoon dom.
En hoeveel baby-Pokémon komen we hier ondertussen wel niet tegen? Gaan we achter de paal? Ik heb geen flauw idee wat deze ons naartoe brengt. Naar het midden toe. Het zal wel goed zijn. Ik heb het helemaal gehad hiermee. Volgens mij gaan we de goede kant op. En hier komen we een wannabe-evolutie tegen, omdat het ook eindigt op Ion. Hey, ho-oh, kwam je net niet tegen? Ja, ik had ook even moeite met het dak te vinden, kerel. Ja, de architecten in deze ruimte. Al moet ik wel zeggen hoe ik het wel mooi vind hoe dat ze dit in de remake gemaakt hebben. Maar goed, dit is ho-oh niet, want ho-oh zijn we al lang tegengekomen. Dit is namelijk niemand minder dan... Serieus Pokémon? Ja, ik zie het inderdaad. Serieus. Nou, ik snap nu in ieder geval welke Pokémon die vogel heeft weggejaagd. Miauw zou pissig zijn. Nou ja, ik snap best dat als een kat op vogeljacht gaat. En ja, als level 20 ho-oh, terwijl er een Persian van level 70 op het dak zit, dat je het dak niet meer op durft. Dit vind ik wel zo'n anticlimax. Ik bedoel, van elke Pokémon die had kunnen zijn. Waarom Persian? Ja. Nou ja, er hadden ergere dingen gekund. Maar toch. Oh, arme Bolt. Maar ja, het is ook level 70. Oké, jongens, we gaan het gewoon proberen te vangen. En ik zeg ook met nadruk het. Knocken we hem out? Jammer dan. Ik ga dan niet resetten. Waarom? Het is Persian. Zie ik eruit als een teammember van Team Rocket? Zie ik eruit als Giovanni die met de Persian rond gaat lopen? Nou, nee. Ik hoop voor je dat je dit overleeft. Nee? Oké. Okay. Dag Persian. Ik ben er klaar mee. Mooi. Screw it. Wij gaan richting Cinnabar Island waar die vulkaan is neergegaan. Screw it. Had ik ondertussen Jolteon niet dik geleerd? Volgens mij wel. Ik hoop het. Nee. Please zeg me dat ik een escape rope bij me heb. Please zeg me dat ik een escape rope bij me heb. Please. Please. That you couldn't afford the cost. It's dark and it's gold and it smells of mold. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. Ik heb geen escape rope bij. Oh. Ja. Ik moet stoppen om 9 uur. Nou, ik vind de naamrequest die dus binnenkomen vind ik wel geweldig, jongens. Azrael. Hashtag shiny hypno. Oh ja, onze gegarandeerde shiny. Ook zoiets. Van alle Pokémon die het had kunnen zijn, kregen we een shiny Hypno. Oh, dan moeten we deze warp zo... Nou ja, misschien kunnen we nog wel een itembalkje krijgen dat we ergens een... Weet ik veel wat, als we nog tegen kunnen komen. Misschien krijgen we nog een mensenbal, wie weet. Hashtag neem nee. Gewoon nee. Dat zou ik Azrael leuker vinden. In ieder geval, Undefentail, dat is geen probleem, dat is te begrijpen hoor. Maar ik doe toch nog voor de livestream toch nog 1 aflevering na deze. Dus ongeveer 3 afleveringen, dat vind ik wel mooi. Want ja, vergeet niet,
na deze aflevering, jammer genoeg, komt er een tijdje geen livestream meer. Zeker voor de aankomende 3 weken. In verband met heel veel events. Ik pak gewoon iedere ladder die naar beneden toe gaat. Dat zal wel goed zijn, toch? Oh, glitch! Ik bedoel, Jolteon ziet er in één keer uit als een... gouden espion. Oké. Okay. Wow. Oké, okay, dan maar even een soft reset. Maar dan wil ik erbij zijn tot het einde, maar ik heb morgen school. Ja, sorry! Mam, stop er een tijdje mee. Nee, ik stop niet. Ik heb geen keuze. Ik kan er niks aan doen. Maar mensen willen mij graag ontmoeten bij livestream of bij evenementen. Zoals Tomoverg, waar je zondag een gratis ticket voor kan krijgen. Ja. Kom niet meer in die chat. Zondag 2 oktober. Vanaf 11 uur. Goed, beste kijkers van YouTube, zeg ik er dan heel even bij. Ik ga ondertussen alvast richting Palletown, omdat wij vanaf daar dus richting de volgende gymleider moeten gaan. Dus heb je zelf een leukste momentje? Laat dat natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Wil je nou zelf ook een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? De link van mijn livestream staat in de beschrijving op Twitch. Daar kun je naartoe. Klik op follow. En als je op follow hebt gedrukt en je annotaties staan aan, dan kom je zo. Kun je te weten komen wanneer dat er een livestream is. Dus ja. Met dat gezegd hebben, dank jullie wel voor het kijken. En... tot de volgende keer weer bij een volgende video, volgende aflevering of volgende wat dan ook. Dus. Doei! Bedankt voor het kijken, jullie zijn awesome! Inderdaad. Niet vergeten natuurlijk op stop recording te drukken. Misschien wel slim. Oké dan.